Het was eigenlijk gewoon zo dat ik bij Martin kwam binnengelopen en Martin zei: Karel, ik heb een nieuwe camera. Ik zoek wat, ik wil wat doen. En ja. Ik zei, ik heb een idee. En eigenlijk is daar alles uit voortgekomen. Ik had namelijk heel lang al een idee voor een songtekst die ik had liggen. Dat is de songtekst in de film Angst, het lied over angst. Als videoclip eigenlijk, hè? Daarvoor was het ons niet begonnen om een videoclip te maken? Ja, zoiets. Wilde in eerste instantie. Of zo. Ja. Ja. En toen werd eigenlijk het idee geboren, al pratende werd het idee geboren om gewoon een korte film te gaan maken. Over een muzikant die een vrouw tegenkomt waar hij verliefd op raakt. En die vrouw die moet getest worden op HIV. We hebben niet hoeven te investeren in apparatuur. We hebben geen mensen hoeven in te huren of spullen. We waren helemaal zelfstandig. We waren helemaal zelfstandig. We hadden eigenlijk niemand nodig. Als je een sponsor bij voorbaat in de arm neemt, dan wil die daar iets voor terug. Ja. Kijk, dus een film als dit, ook al is het maar 25 minuten, kost al snel, als je die apparatuur meerekent, tussen de 20 en de 25.000 euro. Als je dat aan een sponsor gaat vragen, dan dat zijn zakenmensen die verzinnen of die rekenen bij voorbaat uit, wat ze daar dan straks voor terug willen hebben. Nou, liefst natuurlijk die 25, maar liefst dubbele. Ja. Dus die stellen voorwaarden en die bepalen ook de planning. Ja. Die gaan aan de bel trekken als het te lang duurt. En vaak, zo'n sponsor geeft dat geld niet zomaar, maar is het eigenlijk een soort lening die je later weer terug moet betalen. Nou, dat wilden we allemaal niet. Plus dat een sponsor, ja, die kan eisen gaan stellen. Als het een biermerk is, dan wil die natuurlijk in elke scène een bierveeltje zien. En ga zo maar door. En in dit geval waren we zelf de sponsor. Ja. Wij wilden dus op de eerste plaats wilden we een muzikant hebben die ook kan spelen. En zodoende kwam eigenlijk al heel snel Erik Rozenboom naar boven. Een goede vriend van mij, waarvan ik weet dat hij dit soort dingen kan neerzetten. Dus we hebben een paar namen opgeschreven. En we zijn gewoon gaan bellen met het management, of hoe je dat noemt, van dat soort actrices. En we hebben dat voorgelegd van, nou, we gaan een film maken, low budget. We willen graag de opbrengst, en daar komen we straks nog even op terug, aan een goed doel schenken. Is die actrice geïnteresseerd om dat met ons te maken? Van de vier of vijf, ik zal verder geen namen noemen, hebben er direct twee enthousiasten. Ik zie jou lachen. Hebben er direct twee enthousiasten gereageerd eigenlijk. Ja. En dat was leuk en onverwachts eigenlijk. En we hadden zelf stiekem al op basis daarvan een keuze gemaakt. Ja, dus, eigenlijk hadden we gewoon een keuze gemaakt. En wij vonden dat Aukje voor deze rol eigenlijk erg geschikt was. Ja, Aukje van Ginnik is natuurlijk een soapie. Kennen we verder eigenlijk nog wel van wat andere films. Maar zeker niet in hoofdrollen, wel van theater. Maar ik denk, misschien... voorzichtig vind ik dat eigenlijk altijd luchtige rollen zijn natuurlijk. En we vonden het eigenlijk wel leuk om haar eens neer te zetten in een serieuzere rol. Want dat is het eigenlijk wel, toch? Ja, dat klopt. Ja. Het was wel zo dat we heel erg gekeken hebben naar de uitstraling. Gewoon de persoon moest passen in ons verhaal. We zijn begonnen met de... Qua opnames hebben we hebben een planning gemaakt voor de draaidagen, de opnames te maken. En we zijn eigenlijk begonnen met de meest luchtige opnames. We zijn niet meteen begonnen dag 1 met zware scènes. We zijn juist begonnen met een dagje strand, een opname in een café. Opnames met Erik, dat hij muziek maakt op allerlei locaties. Zodat iedereen gewoon kan wennen aan elkaar en aan ons. Want wij zijn ook twee rare snuiters natuurlijk. Gelukkig wel.
We moeten ook zeggen natuurlijk dat het is altijd ons ding gebleven. Het is altijd wat we zagen, wat we hoorden, wat daar gespeeld werd. Dat moest echt ons ding zijn. Want dat heeft als een hele rode draad door de hele film heen gespeeld. Dat we eigenlijk wilden dat het er zo uitzag zoals wij het wilden. En dat kon dus ook omdat we nogmaals geen geldschieters hadden die achter ons aan zaten, zodat we iets anders moesten doen als we wilden. Waarop is het verhaal gebaseerd? Het verhaal is gebaseerd op een vriendin die ik had en die ook echt getest moest worden op HIV. Nou, en dat heeft op mij ontzettend veel indruk gemaakt. Door dit verhaal, wat dus in wezen echt gebeurd is, hebben we wel een tweede verhaal gevlochten. Omdat we het namelijk wat interessanter wilden maken. En wat dat betreft is eigenlijk ook, zit er ook een waar gebeurd verhaal in. Ik heb namelijk zelf soms de neiging, die waarschijnlijk wel herkenbaar is, om zaken erger te maken in je hoofd dan ze in werkelijkheid zijn. Nou, dat zijn eigenlijk de twee lijnen die we dus door de film heen hebben gevlochten. Dus enerzijds die vrouw die getest werd op HIV en anderzijds het verhaal van iemand die dus echt in zijn hoofd helemaal door gaat draaien, omdat hij zich dingen in zijn hoofd gaat halen die er echt absoluut niet zijn. Wat dat betreft, als je het over emoties hebt, we hebben wel van sommige mensen hebben het verwijt gekregen dat dit gaat helemaal niet zo, dit gebeurt er echt niet zo. Maar wat wij gewild hebben, is om, we hebben die emoties heel breed willen laten zien. Ja, in 25 minuten. In 25 minuten. En je moet ook nooit vergeten dat in wezen wat er gebeurt, gebeurt allemaal in Erik zijn hoofd. Dus Erik is eigenlijk degene die zijn geliefde ziet sterven en die daarin ook gewoon dingen heel erg gaat dramatiseren. Hij wordt heel depressief. Zwart gaat zien, hij wordt depressief. Ja. Dus, het is ook een film. Het is niet reëel, maar ik vind het wel realistisch. Ja. Het zijn dingen die iedereen in zijn eigen karakter kan herkennen. In het voorjaar van 2009 is ook de beslissing toen gevallen om er eigenlijk een muziekfilm van te maken. Een stomme film, zeggen we dan. Een film zonder gesproken woord. Ja. Met alleen emoties. Met alleen, niet omdat dat makkelijker voor de acteurs is, want dat is namelijk helemaal niet zo. Je moet namelijk dan je verhaal gaan vertellen zonder woorden. Ja. En de muziek bepaalt heel erg de sfeer van de beelden. En om dan je boodschap te vertellen. Ja, het was af en toe net of we een soort stripverhaal aan het maken waren. Dus je moet heel goed een stripverhaal. Een beeldverhaal zonder ballonnetjes. Hè, want in de stripverhaal kun je in feite zien wat Asterix doet. Hè, want hij vertelt over wat hij doet. Ook dat hadden we niet. Wat dat betreft hebben we heel goed moeten nadenken hoe we het script in elkaar zouden zetten. Zodat het iedereen moest het kunnen begrijpen wat er gebeurde. We hebben ons heel vaak afgevraagd, snappen mensen dit? Ja. Gaan mensen dit begrijpen wat we nu laten zien? Ja. Snappen mensen waar dit over gaat? Ja, het leuke was natuurlijk, toen we uit Amerika de reactie kregen dat we daar een publieksprijs gewonnen hadden. Toen hadden wij zoiets van, wauw, dit is een film waarin Nederlandstalig gezongen wordt, maar die toch zo sterk overkomt. Dat mensen zoiets weten hebben waar het over gaat. Ze weten waar het over gaat en ze vinden het gewoon een mooie film. En wat dat betreft, dat is voor ons eigenlijk een heel groot compliment geweest. Toen ik vorig jaar bij Martin kwam, in het voorjaar van 2009, zat ik ook in een band. Was de band Rood, Wit, Blauw. Op dat moment waren we eigenlijk een Nederlandstalig coverbandje. Speelden heel veel nummers van de Dijk, van de Scene, et cetera, et cetera. Maar we deden geen eigen nummers. We wilden eigenlijk wilden we alles in eigen hand houden, ook de muziek. En ik zei tegen Martin, ik zei toen tegen jou van ik heb een idee. Laat ik gewoon teksten gaan maken die het script van de film volgen. Ik had één tekst had ik liggen, plus ik had nog een
tekst liggen en muziek die in het verleden ook geschreven waren, dat is zwart eigenlijk. De overige teksten heb ik eigenlijk aangepast en meegenomen naar Kevin. Kevin is de gitarist van Rood en Blauw en we hebben hem in feite gevraagd om de filmmuziek voor deze film te schrijven. Ja, die nummers die er waren, zijn door Kevin Bachers is dat, zeg maar aan elkaar gemaakt tot één groot geheel wat net zo lang duurt als de film. Op 20 seconden na, geloof ik, is de film van begin tot eind muziek. Ja. Alle uren waren gewoon, er is vrijwel niets uitbetaald. Aukje heeft een onkostenvergoeding gekregen en verder heeft niemand gewoon iets gekregen. Dat maakte het soms natuurlijk wel heel moeilijk, want mensen moesten toch iedere keer de motivatie opbrengen om hard te blijven werken, terwijl er in feite alleen maar tegenover stond een film waarvan niemand wist hoe die er uiteindelijk uit zou gaan. Weekenden achter elkaar, ook door de weekse dagen, weken, maanden achter elkaar is er aan gewerkt door mensen die dat in wezen doen. Omdat ze vertrouwen hadden. Omdat ze vertrouwen hadden in het eindproduct. En we wilden dus echt gewoon, wij wilden kunnen maken wat wij mooi vinden. Ja, kijk. Tijd voor Mokona. Dat is reclame. Ja, zeker. Ja, daarom.